Even wachten tot de opname start. Dit wordt nieuws nummer 032, oftewel nummer 32. De bedoeling is dat we weer heel erg, heel erg leuk wordt. En dit heb ik gewoon niet voorbereid. Dus gewoon even kijken of het ook leuk is, of we kunnen lachen als ik het niet voorbereid. Ja, je weet het niet. Alleen als je iets uitprobeert, dan weet je dat. Ja. We gaan hier beginnen met Date 66. Dat is die partij van het dat je vroeger deed. Oh, dan zitten we hier te wachten. Oké, je moet even wachten. Oké. Dan wil Date 66, die partij die vroeger in het jaren 66, toen deden ze nog wat, hè. En die Date 66, die partij van het verleden, die wijst een zelfstandigheid voor Nederland vergeetachtig af. Ik weet niet hoe je zelfstandigheid voor Nederland vergeetachtig af kan wijzen. Ja, dan zijn ze me echt kwijt. Maar ik vond in die tijd dat ik me realiseerde dat ze Date 66 heten. Toen vond ik ze al een beetje vislucht. Want ik denk van... er is een leuke mop van die... maar die vertel ik nou niet. Nieuw. Alexander Pechtold, die in een pagina grote advertentie aankondigt alles op alles te zetten om Nederland in Europa te houden. Nieuw. Alexander Pechtold, die in een pagina grote advertentie aankondigt alles op alles te zetten om Nederland in Europa te houden. Dat is nieuw! Eindelijk betaalt Alexander Pechtold een 150.000 euro. Dat is nieuw, mensen. Dus Alexander Pechtold, die gaat in de pagina grote advertentie alles op alles zetten om Nederland in Europa te houden. De overwinning van het Brexit-kamp, dat is ook helemaal niks. De zelfstandigheid van Albion, want zo heet dat gebied. Albion. Dat heet niet Engeltjesland. Met de aardige mensen, de Gentile people. Dat is Albion. De zelfstandigheid van Albion is hem niet bevallen. Vind je het gek? We komen hem vermoorden. We komen zijn kop eraf hakken. Hij scheidt zeven kleuren stront, die vieze vuile pederasterbeschermer. En je kan zo ver gaan. Alexander Pechtold, jij komt morgenavond bij mij langs met een fles whisky en dan gaan we het erover hebben. En als jij je whisky vergeet, dan zorg ik wel voor een kratje bier. En 5 gram wiet of zo. En Alexander Pechtold, jij durft mij niet onder ogen te komen, jij kleine kleuter. Jij laat me arresteren hooguit door een van jouw onderdanen, die je helemaal niet verteld hebt wat er aan de hand is en wat je van plan bent, lul Alexander Pechtold. Jezus, wat wordt een leuke uitzending. Ik zit nou al te lachen. Hey, nou, ik vond het niet leuk. Ik vond het gewoon niet leuk. Dat die mengen mensen in Engeltjesland. En die wilden ze niet in... Nee, natuurlijk niet. Lul. Ben je soms besneden of zo? En dat bedoel ik niet in aanleiding van mensen die besneden zijn. Maar je hebt besnedenen en besnedenen. Waarmee ik wil zeggen, er zijn mensen die vanwege een medicatieve... Ja, ik zou mijn zoon nooit laten besnijden. Ik zou tegen mijn zoon altijd zeggen, jongen, als het echt zoveel pijn doet, dan moet je gewoon wachten. Je moet eerst in het zwembad gaan, ja. En dan krijg je een heel kleintje, ja. En dan moet je aan het huidje gaan trekken, ja.
En dan trek je hem eroverheen. En dan neem je de weekamp. Maar tegenwoordig heb je dan de weekamp. Nou, ik denk niet echt dat de weekamp nog werkt. Dus tegen mijn zoon zou ik dan zeggen, dan neem je internetporno. En dan rek je gewoon het voorruitje op. Hè? Ja, sommige mensen moeten besneden worden, maar... Nou goed, Alexander Pechtold is ook niet al te stom, maar ik hoop voor hem dat hij niet besneden is. Want dat is al erg genoeg wat hij allemaal doet. Hij lult al zo uit zijn nek en als hij ook nog besneden is, nou, dan weet je wel hoe laat het is. Dan weet je wel waar die lulkoek vandaan komt. Ekel dat hij is. Hij zou bij mij langs moeten komen. Maar dat durft hem niet. Die stuurt hem wel een ambtenaarke op af. Ja, ga juist eventjes informeren bij Perry Franciscus Martinus Winkel, geboren te Bovenkerk, om 10 minuten van 4, op 29 augustus 1959, burgerservice nummer 0596-308-301. Maar hij durft mij niet onder ogen te komen. Hij staat oogluikend toe dat ik hem afzeik en hem uitmaak voor een Pimalino. Maar we houden het vrolijk, hè? Dit is een vrolijke uitzending. Ik ga hier dus zo dadelijk met de afmix ga ik allemaal gelach uit een blik achterzetten. Of je gaat zelf maar lachen. Wat een sukkels. En het goede nieuws is, mensen. Al de kapitalen van Alexander Pechtold, dat is dus van ons. Hij is namelijk onze vertegenwoordiger. Hij vertegenwoordigt met zijn kapitaal dat kapitaal wat wij hebben. En toch heb ik op een vreemde manier het idee dat hij iets meer kapitaal heeft dan ik. Ja. Maar dat is alleen maar momenteel. Zo dadelijk niet meer. Want dan komt Perry Franciscus Martinus Winkel langs. En die zegt, oké. Ja, ik heb een paar films gezien, hè. Ik weet hoe je het moet doen, hè. En dat is allemaal van ons, hè. Door Alexander Pechtold, die moet leren. Er is een boek en dat heet De Bijbel. Ik denk dat Alexander Pechtold, dat hij weet dat de Bijbel bestaat. Daar ga ik dan eventjes van uit. Want als dat niet het geval is, dan kan het natuurlijk ook. Dat hij zo dom is dat hij dat niet eens weet. Hij zou erbij hebben. Maar goed, maar er zitten bepaalde consequenties aan. Hè? Voor meneer Date66. Ooit Dady66. Ja, wat dit mooi wordt. Politiek verbijsterd over mogelijke komst Salafistenschool Rotterdam. Nou, jullie, ik ga zo dadelijk uitleggen wat Salafisten zijn. Ik weet dat. Het kabinet, ik zou niet weten wie dat zijn. Het kabinet moet snel uitleg geven over de mogelijke aankoop van een voormalig Rotterdamse ROC-school door Salafistische moslims. Jezus, mijn Christus. Ik wil geen tijltje om te braken. Ik wil een luier om in te schijten met mijn diarree. En ik zei diarree trouwens. En dat is fout, want het is diarree. Regeringspartij, Partij van de Arbeid. Ik kan er echt niet tegen. Oké, ik zal je uitleggen hoe ik zo moet lachen. Ik zal jullie uitleggen. Dit is toch een screencast. Je kan met me meekijken. Maar dan ga je echt lachen. Oh, jeez. De computer is een beetje traag. Maar dat... Ik ga eventjes... gaat om imagus. Kijk, het is gelijk raken. Seest u das? Ik weet niet of ik in kan zoomen. Ambition. Ambition zoomen. Ja? Wat staat daar? Volgens mij staat daar arbeid, macht, vrij of net.
prod ik uit mijn nek voor de zoveelste keer? Of zit u naar mijn anus te lusteren? En wat is dit dan? Dat is de Partij van de Arbeid. En nu ga je me denken, nee, dat kan niet, Perry. Want de nazi's, dat waren rechts, hè. En de PvdA, die was links, hoor. Dat waren geen nazi's. Nee, en waarom heet ze nog fucking de Partij van de Arbeid? Flikker op. En de Partij van de Vrijheid, die krijgen we ook nog. Die heb ik ook niet nodig. Ik heb geen partij nodig om vrij te zijn. Dat doe ik mijn eindje wel. En jullie ook, mag ik hopen. Want anders loop je achter deze rattenvangers aan. De regeringspartij voor vrijheid en democratie. Echt waar, joh. Nou, dit is dus een, ze willen weten hoe het zit met 7000 vierkante meter tellende gebouw voor een lesinstituut. Wat maakt het mij nou uit dat het 7000 vierkante meter is? Waar het over gaat, is dit. Kijken of ik even kan inzoomen. Ik ga gewoon naar de nos. Die nazen. De nos, die neemt je bij de neus. Salafisten. Wie zijn dat? Hij loopt nog, hoor. Er valt geen pauze. Ik ben aan het opletten. Ik hou jullie ook in de gaten. Ik heb nou de Engelse gekozen. Ik had beter de Nederlandse kunnen kiezen, maar... The Salafi movement or Salafist movement or Salafism is an ultra-conservative reform movement within Sunni Islam. Dan kan ik gelijk stoppen. Want de Sunnis, dat is zeg maar de katholieke islam. En daar heb je dus een beweging tegen ingekregen, een soort protestantisme. En dat zijn die andere jokers. Je hebt de Sunni en de... Die andere. Shiiten was het antwoord. En die Sunnis, dat zijn gewoon van die club. En dit is gewoon van die club. En die gaan dus een gebouw kopen in Rotterdam. En de politiek is dan nog verbijsterd. Oh, 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 klopt het wel dat het een voormalig Rijksopleidingscentrum gebouw een salafistisch lesinstituut komt? Ja, natuurlijk. Wat denk je? Denk je dat de paus dat allemaal uit zijn eigen zak betaalt? Die paus die wil... terugkeer van money, snap je? Het kabinet moet snel uitleg geven over de aankoop van een voormalige Rotterdamse ROC-school door salafistische Mohammedanen. Want dit wat hier staat, daar staat moslims, dat is geen Nederlands. Die mensen heten Mohammedanen. Moslim is Arabisch. Salafistische Mohammedanen. De regeringspartij Arbeid Macht Vrij eist dat het kabinet, wie zijn dat eigenlijk, en de gemeente Rotterdam, oh ja joh, er alles aan doen om de komst van het lesinstituut tegen te houden. Regeringspartij Volkspartij Vrijheid en Democratie, de regeringspartij die ook niet weet waar die het ook over heeft, en de oppositiepartij die iets met vrijheid doet. Maar ja, hun leider
is helemaal niet vrij. Want die kleurt altijd zijn haar met waterstofperoxide. Nou, op het moment dat jij iedere dag naar je werk moet en je moet je niet alleen scheren en je blauwe contactlens in doen, maar je moet ook nog kijken of je haar geblondeerd is, dan ben je niet vrij. Jezus, wat een lange zing was dat. Maar dat was wel grappig bedoeld. Hè? En die willen van minister Asscher. Nou, Asscher is denk ik een Jood. Dat is net zo'n naam als Stalin of zo, hè? Minister Asshole. En minister Asshole van Sociale Zaken. Die willen ze weten wat er gaat gebeuren. Alsof die lul dat weet. Minister Asshole, die weet helemaal nergens van. En wat maakt mij het uit dat ze 7000 vierkante meter krijgen? Geef die mensen een paar vierkante meters. Adolf Hitler had dat zaakt. Gib die Leute Lebensraum. En zeur er niet zo over. En dan gaan ze gewoon lekker over zeiken, weet je wel. Die salafisten, dat is dus gewoon een orthodoxe, strenge beweging binnen de Sunni. En dat is het katholieke stuk van de islam, van het Mohammedanisme, wat ze nog steeds onder controle hebben. Het heeft alles te maken met Saoedi-Arabië en het Wahhabisme. Maar je kan nog strakker. En dan kom je hieruit. En er zijn mensen die kiezen daarvoor. En daar hebben wij respect voor te hebben. Niet voor die idioten die dat salafisme uitgevonden hebben en zeggen dat vrouwen er zo uit moeten zien, want dat hoeft helemaal niet. Maar dat mensen zich daaraan vastgrijpen, daar hebben we maar gewoon mee te dealen. En dan mag je een rechtsnationalistische Joodse extremist zijn, een soort anti-Zionist. Maar je hebt gewoon te dealen met deze mensen en je hebt er respect voor te hebben. En niet zo zeiken over dit. Ik lees nog even voor. Bizar dat dit mogelijk is, reageert kutpartij, Volkspartij, Vrijheid. Ja, goed. De partij wiens naam niet staat voor wat ze doen. Kamerlid, en die heet een Asmani. Ik denk dat hij uit Noord-Groningen komt. Op het NURK bericht dat een Egyptische Nederlander, bestaat dat tegenwoordig? Door de laatste Egyptische Nederlander die ik ken, die heette Ramses Shafi en die was maar 50% Egyptisch. Maar dat was misschien iemand waar je wat aan had. Dan stopte je moeder eventjes met boontjes doppen, want Ramses was op tv. Maar die Egyptische Nederlander via een buitenlandse constructie het pand in Rotterdam-Zuid voor 1,7 miljoen euro heeft aangeschaft. De koper, even kijken hoor, dus het gaat over Asmani, die heeft gezien dat Nasser el-Damanouri van de stichting wakt. Dus die Asmani die ging op zijn achterste poten staan en die zei, maar dit kan niet. Gaat hij een beetje gebouwen kopen. Vroeger was dat een opleidingscentrum. En dan gaat hij er nou dingen doen. Bizar dat dit mogelijk is. Flikker op en ik betaal voor die klootzak. Iedere keer als ik een biertje koop, dan geef ik een 0,01 promiel cent aan Asmani. Zodat hij kan zeggen, bizar dat dit mogelijk is. Jezus. En deze stichting die wilde vorig jaar enkele omstreden imams laten preken in de Al-Furqan moskee in Eindhoven. Ja, so the fuck. Nou, en? En de imams mochten uiteindelijk niet komen. Ja, waarom niet? Wat zeiden ze dan? Is dat het oude verhaal? Dat de moeder van Jezus een hoer was? En Jezus is een hoerenzoon. Zeg dat dan. Want ik weet dat er imams zijn die zeggen dat Jezus een hoerenzoon was.
Nou, zeg dat dan gewoon. Stelletje viesbuiken. Ja? Is dat nog meer onder? Oh jee. De PVV en ook oppositiepartij SGP vrezen de versterking van deze radicale islamitische stroming in Nederland. We moeten de-islamiseren. Dit is fucking geen Nederlands. Dit is geen Nederlands, mensen. Waar is hem? Daar is hem. Weer opzoeken. Ja, zie je het staan? Dit is geen Nederlands. Ik klik het niks lang door dat jullie snappen dat dit geen Nederlands is. Ik praat hier Nederlands of wat? Frans of zo? Dit is geen Nederlands. We moeten... dus islam, ik zal even vertalen wat hier staat. Hè? Want ze houden jullie bij die, aan die naas. Hè? Dit is de nos. De nos, die neemt u aan die nazen. Daarom heet het ook de nos. Islam is Arabisch. Dat is een taal die schrijft ze van rechts naar links. Het is een beetje wen, maar als er een beetje oef, dan kan het goed komen. Nou, de islam, dat betekent dat je een lam bent. Islam. Die Arabieren ben niet gek. We moeten ont-Jezussen. Niet Jezussen. Dat staat hier. Daar ben een vieze vuile leugenaars. Daar mag ze morgen uitbeen. Die mag ze afvoeren. Dan mag ze heelal slacht. Sorry voor mijn diets. Maar af en toe, dan god het me echt, dan word ik emotioneel wie een wief. En dan moet het er gewoon uitkomen. Dat ik u even vertel wat er is, dat we hier in Nederland, Nederland praat. En niet een of andere Frans. Of Spanjool. Moet ik dan voortaan zeggen, dos cerveza. Por favor, voordat ik een biertje krijg in de kroeg. Ik laat hem een centen zien of wat. Het is allemaal grappig bedoeld. Hè? Ik hoop dat jullie echt nog steeds moeten lachen. Hè? Want dit gaat echt, dit gaat helemaal nergens over. PVV Kamerlid te Graaf. What the fuck is dat mee van lul? Nou, een SGP-Kamerlid bisschop laat via Twitter weten haatpredikers straks opgeleid in Nederland. Versterking van een vijfde kolonne. Geen ruimte voor radicale ideologieën. Kamerlid bisschop. Oh, ja joh. En jij bent van de fucking SGP? En jij heet bisschop van je achternaam? Wat voor een protestant ben jij? Zo'n namaakprotestant. Zo'n, ja, ik kom op tegen de katholieke kerk, want ik vind de katholieke kerk kut. En ik vind alles kut. En ik ga ook gewoon versterken dat, ja, mijn predikers van haat, die, ja, lul. Lees je kutbijbel. En ga berouw hebben. Ik kom achter je aan, jongen. Of ik stuur mijn kleinkinderen op je af, snap je? Meneer bisschop. Want jij had beter moeten weten. Maar je bent waarschijnlijk gewoon door je familie in de SGP geduwd. En ze hebben tegen jou gezegd van, nou, ga dat maar doen. En dan ga je lekker rommel trappen, ja? In de SGP. Zo zal het wel zitten. Dus dat Kamerlid bisschop. Die mij niet durft. Die durft mij niet tegen te komen. En vooral niet op tv. Dat gaat hij niet overleven.
Als die man mijn hoofd alleen maar ziet, dan krijgt hij al een hartaanval. Als hij weet wat ik over hem gezegd heb. Want ik heb mijn Bijbel wel gelezen. En hij niet. Jezus. Ik bedoel het nog steeds grappig, hè? Ga lekker terug. Arbeid mag fraaien, mijn Leute. Mijn lieve vrienden. Shit, ik heb eentje te veel gesloten. Maar ik ga hem gewoon overnieuw, maakt niet uit. Opa. Kom vanzelf terug. Iemand moet er toch over beginnen. Joh. Ik heb mijn dochter voor nog geen 2 weken terug het Nieuwe Testament gegeven. Oh, jammer, ik ben wel... Even kijken hoor, oké. Okay. Even kijken waar we zijn hoor. Ik ben aan de verkeerde kant. Ik had hier moeten zijn. Jullie kijken toch met me mee. Even kijken hoor. Dit was dus die school. En dat heeft dus de NOS die je mij de neus neemt. Maar de Omroep Brabant heeft er ook wat over te vertellen. Natuurlijk. Dan moeten we even wachten. Ik lees even voor. Een omstreden salafistische organisatie heeft in Rotterdam een voormalig ROC-gebouw gekocht, meldt de NURK. Het complex van ruim 7000 vierkante meter wordt verbouwd tot islamitisch lesinstituut. De voorzitter van de Eindhovense stichting Al-Waqf heeft volgens de krant getekend voor de aankoop. Precies. Dus niet eens dat de Omroep Brabant, die hebben niet eens zelf gecontroleerd of ze wel getekend hebben. Ze hebben gewoon die krant gebeld en zeggen, is dat waar? En die krant zegt, ja, dat is waar. En toen hebben ze gezegd, nou, volgens die krant, namelijk de krant, dat is de, oh ja, dat is het NR, de NURK. En de Al-Waqf raakte in opspraak doordat de stichting buitenlandse haatpredikers naar Nederland haalde. Zo nodigde Al-Waqf vorig jaar een geestelijke uit die betrokken zou zijn bij de gewapende jihad in Syrië. Ja, aan welke kant dan? Aan de kant van de familie Bush? Ja, als ik niet helemaal duidelijk overkom, hè. Maar er bestaat zoiets als een Yankee jihad. En er zijn predikers zoals, die kan ik nou niet opzoeken, want dat duurt te veel tijd, dat kost te veel tijd. Maar dat is Sheikh Imran Hossein. En die kan jou daarvan vertellen. Er zijn Yankee jihads. Dat zijn de jihads die worden gefinancierd vanuit het punt waar al de poen vandaan komt. Dus als jij morgen staat te pinnen en je denkt, waar komt die poen vandaan van mijn pinpas? Nou, die komt van precies dezelfde plek als waarmee ze die Yankee jihad financieren. Jij zit gewoon mee te pinnen van dezelfde bron. En dat klonk een beetje streng of zo, hè? Maar zo bedoel ik het wel. Het is allemaal een beetje lullig waar we in verwikkeld zijn geraakt. Ik heb er helemaal niet voor gekozen. En dit is dan Junkers. En dan pak ik dan nu dan echt het Belgische bericht. Iets van die jij. Jihad ellende. Nu. Dan komen die Belgen nog een beetje in beeld. Dit is een Belgische overheidssite. Het is gewoon allemaal.
begint gelijk met Deutsch. Was dat? Oh, dat is DE. Ik had hem hier daar, dat was BE. Oh, dat wordt heel ingewikkeld. Ik ben heel slecht in Duits, maar ik ga jullie helpen, ja? De sound gewoon nog goed opschroeven. Kijken of die Juncker dan nog binnenkomt. Ja, die Juncker, dat is echt... Der Brexit besorgt und verwirrt Europa. So sehr das EU-Kommission... Ja, mijn computer geeft het een beetje op, maar dat maakt helemaal niet uit. Want die tijd kunnen we gebruiken om even te kijken naar die stomme nummertjes. Welk nummertje wil jij... volgens mij nummertje 100... Die zit heel erg stil, dus die kan je zo... En nummertje 8 moet je... Juncker in EU-parlement ja, en die Juncker zit de hele tijd te bewegen, dus die is makkelijk te missen. Hè? Maar als je Juncker mist, dan kan je altijd nog die lul links ervan, die doet ook helemaal niks. In dit geval kan er geen sprake zijn voor collaterale schade. Snap je? Het maakt niet uit wie je pakt. De gesetze, sagte. Die sorgen jetzt für Aufsehen. Auf Französisch. En de wijf recht achter hem met dat oranje dingetje aan. En die andere heeft dan zo'n geel dingetje aan. Van ja, wij zijn vrouwen. En wij zien er dan wel mooi uit. Want die mannen hebben allemaal een jasje aan. En een ja. Maar wij doen mee hoor. Nou, wij maken... Ja. Ja, hij valt helemaal stil, maar dat is mijn computer hoor. En nummer 125, die is denk ik ook makkelijk te pakken. Die zit de hele tijd stil. Dat moet je niet doen, hè? Oh, nu gaat ze wel opzij. Ze begint ook een beetje bang te worden van zo dadelijk vliegen mij de kogels om de kop. Laat ik alvast een beetje beginnen te duiken. En trouwens heeft bovenop, ik heb het over die vrouw rechts achter Juncker. Hè? En Juncker is echt een van de beste kerels waarvan ik gehoord heb. En ik ken Frans ook nog. En iedereen die Frans kan, die moet je gelijk al... Je moet eens kijken wat die Franstaligen met Frankrijk gedaan hebben. En dan hebben wij nog een beetje met Bretagne. En dan hebben we nog een stukje weten te behouden. Maar heel Parijs zijn we kwijt, hè. Oh, d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils... Wat een lul. En wat jammer dat mijn internet het zo slecht doet. Echt nog veel meer gezeik van die kerel aan willen horen. We luisteren nu naar Carl Gustav, nee, hoe heet die vent ook alweer? Juncker. En maar zeuren over Europa. Ja. Want weet je van wie hij zijn poen krijgt? Hij krijgt zijn poen van Europa. En wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En Juncker is in... Ja, en il faudra, dat is zo'n Franse term, die weet ik dan even niet. Ik zet hem eventjes op pauzeretjes. Kijk, daar zit Nigel Farage en die heeft al zo'n sukkelvarentje. Sorry, ik ga even klikken. Ik kan niet klikken, want dan gaat hij spelen. Maar Nigel Farage, die mag in mijn garage. Ik vind hem ook helemaal niks. En die zit gewoon nog steeds lekker. Ik ben gecontroleerde weerstand. En ik doe gewoon net zo gek totdat ik een vliegtuigongeluk krijg. En dan gedraag ik me weer een beetje. En die Juncker die lult maar door. Oh. En die arme Nigel Farage. Les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Übersetzt, sagt Juncker hier. Ja, jammer, hè? Net als het duidelijk begint te worden, want dan praat er iemand Duits, hè. Want dat Frans is niet te verstaan, hè. Laten we eerlijk wees, de Frans, Bavibanon, c'est le métro qui passe, hein? En dan depression, hè.
Het heet geen depression. We wissen dat jene die ons van weitem beobachten beunruhigt zijn. Het heet twee bier. En niet depression. Het is gewoon. En in het Nederlands is het ook zo, je kan gewoon twee fik. Ik heb gezien en gehoord dat Führer anderer planeten beunruhigt zijn, weil sie zich daarvoor interesseren welchen weg die Europese Unie künftig einschlagen wird. En deshalb sollten wir die Europäer und jene, die uns van außen beobachten, beruhigen. Man, wat zit die Farage zich te vervelen, zeg. Je kan echt aan die kop van Farage, kan je gewoon zien dat hij denkt van ja, ik heb wel een Franse achternaam, maar voor de rest kan ik er geen reet van verstaan. Hij zit ook te luisteren naar de Engelse vertaling. Hij moet gewoon luisteren naar dat gelul in het Frans van die klootzak. En dan gewoon zien, dat is een ontzettende eikel. En waarom heeft die Farage dan geen Glock bij zich? Ik moet gewoon, ik wil gewoon voortaan alle EU-parlementariërs gewoon concealed carrying en gewoon allemaal een gun bij zich. En zo gauw er iemand de lulkoek gaat houden, zoals deze meneer Juncker. En dat doet me een beetje denken aan het woord, wat te maken heeft met masturberen. Hè? Maar toen Junk-off. De Jurker. Deze man, die moet dood. Je moet hem verbieden om te praten. En dan gaan die klote arbeiders, die gaan nog houten dingetjes maken, dat die kutwijven erachter kunnen zitten en met een verveelde kop hun middag kunnen laten verpesten door het gezeik van Juncker. Hou ermee op met deze mensenmarteling. Die vrouw die hier zit, je hebt 122 die zit erachter, die vinden waarschijnlijk nog iets van interessant. En dan nummer 164, die heeft zoiets van, ik heb vanavond toch verder niks te doen. Ik ga naar Beethoven luisteren. Nummer 163, die heeft een beetje koud. Maar die heeft waarschijnlijk een griepje. Maar die denkt gewoon, ik ga vanavond vroeg naar bed. Ik neem nog een citroensapje. Ik vergeet te suipen. Ik ga niet naar de nudiebar. Nee, ik ga geen filmpje kijken. Ik ga vanavond vroeg naar bed. En dan morgenochtend, dan ben ik er weer met een volle 30%. Jezus. Je moet er maar trots op zijn om te willen leven in een continent wat geregeerd wordt door dit soort kikkers. Kwak, kwak. En ik hoop dat die man die ik rechts van Juncker zie, dat niet Hans Timmer Frans is. En dat zou dan nummer 22 zijn. En nummer 22, dat is de gek. Voor degene die nog een beetje hun geschiedenis kennen. Nummer 22, gedeelte 7, dat is bij benadering pi. En hij zal toch niet bij benadering pi zijn, hè? Dat zal toch niet Hans Timmer Frans zijn? Die Oekraïners heeft hij beschuldigd, hè? En die Oekraïners, ik wil gewoon van iedere Oekraïner een dubbeltje. Als op een G-rekening. En dan krijgen ze terug voor, ik leg er nou nog bij. Ja? Dus die Oekraïners geven mij 100 euro. Ja? Dat is het eerste. Zij maken Hans Timmer Fransen. Pap, 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 pap. Ze zeggen eye for an eye, tooth for a tooth. Oog om oog, tand om tand. Wij rekenen af met Hans Timmer Frans. Als ze dat doen, dan krijgen ze voor ieder dubbeltje krijgen ze een kwartje terug. Ik ga wel een crowdfunding starten. Maar eerst wil ik van die Oekraïners daden zien. We kunnen dit probleem niet als Nederland in ons eentje oplossen. Kurios, im offiziellen transcript der Rede fehlt genau die Stelle, an der Juncker von den Führern anderer Planeten redet. Französische Medien spekulieren nun, dass Juncker sich schlicht versprochen habe und die anderen Führer unseres Planeten meinte. Denn dass der EU-Kommissionspräsident annahm. Hele enge man. Hij praat achter tevoren en niemand begrijpt hem. En je moet goed begrijpen dat er is een. Europa is 2000 jaar geleden overgenomen door een buitenlandse alien invasion. Waar we niet op zaten te wachten. We werden daardoor overvallen. Außerirdische glaubt en dat ook nog officieel zegt, deze geschichte.
En Juncker weet ervan. En hij verklaart zichzelf tot heerser of zo. Wat een lul is dit. En terwijl kijk, zolang wij nog niet christelijk... in Brexit-zeiten, toch unglaubwürdig. Hij valt iedere keer weg. Dan gaat hij helemaal down. Oké, dan hou ik hem hier op. Gaan we terug naar nu jij. Sluiten we deze af. Kijk, dit is ook een mooie. Jaap de Hoop Scheffer. Dat is ook zo'n frikandel in wording. Dus het enige verschil tussen Jaap de Hoop Scheffer en een frikandel is... Een frikandel is uitgebeend. En bij een frikandel maakt het niet uit of je dat maakt van varkenshoef of varkenstaart. Of, de kunst van het frikandellen is dat je dus eerst de botten eruit haalt. En dan maak je er een soort papje van. En dan moet je goed kruiden bij doen. Hè. En dan is het... Die voorbereiding is denk ik voor frituren. En dan vries je ze in. En als dan de kleine kinderen het koud hebben in de winter. Dan is daar een Emil Ratelband-achtige organisatie. Dat hoeft niet per se Emil Ratelband te zijn. Ik loop niet reclame te maken voor Emil Ratelband. Ben jij gek? Maar een organisatie zoals dat. Emil Ratelband had een idee. Nou, en zo kan je dus dan... Jaap de Hoop Scheffertjes. En dat mag je dan natuurlijk alleen maar claimen als er inderdaad minimaal 13% Jaap de Hoop Scheffer in zit. Of 1,3%. Want een frikandel, dat is met name gewoon koolhydraten. Er zit niet echt veel vlees in. Dus jouw de vegetariër moet Jaap de Hoop Scheffertjes gaan eten. Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Balkenende 1. Dat is gelijk al, dit is dus niet helemaal correct Nederlands, want hij is dus, hij was eerst, dus Jaap de Hoop Scheffer, vroeger minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet, ja, die naam vind ik ook moeilijk uit te spreken, maar... Nou goed, maar die man dus, hè. Eén. Dus Jaap de Hoop Scheffer. Toen minister van het eerste kabinet. Lala. Inmiddels ontslagen als secretaris-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Destijds was hij overtuigd. Wacht even, dit klopt niet. Oké, okay, dus dit Nederlands klopt niet, hè? De minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Balkenende 1 van zoveel tot zoveel, inmiddels ontslagen als secretaris-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, was overtuigd van de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak. En dat is hij, ondanks alle ontkrachtende bewijzen, nog steeds. De minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet, lalalala, ontkent werkelijk alles. Ja, dat is echt te lelijk voor woorden. De WMD's, dat zijn dus de massavernietigingswapens, zijn WMD's. Weapons Mass Destruction. Weapons of Mass Destruction. Hetzelfde. De massavernietigingswapens waren geen voorwendsel waarop de Verenigde Staten met de Britten Irak is binnengevallen. Dit klopt ook niet.
Want het zijn namelijk de Verenigde Staten samen met de Britten. Dus het moet zijn. En het was niet de Verenigde Staten met de Britten. Nee. Wij deden er ook aan mee. En de Australiërs ook. Er is nog een rel over geweest. Die oorlog was helemaal niet legaal. Dit klopt niet. Wie are the... Oké, maar goed. Dit is geen officiële site. Dus... Althans niet volgens de visie van de minister van Buitenlandse Zaken. Vervolgens is ISIS ook niet uit die puinhoop opgestaan met grootste plannen voor het Midden-Oosten en is Poetin Syrië binnengevallen. Volgens de minister is er slechts één agressor die hoognodig hardhandig aangepakt moet worden. En de kern is van de problemen in de Oekraïne, Irak en Syrië. Vladimir Poetin. Nou, we gaan even naar hem luisteren. Ik hoop dat jullie goed kunnen zien hoe hij eruit ziet. Dat als je hem op straat tegenkomt. Dat je zegt, hey, ben jij de hoop scheid? Zal ik mijn schrof pakken? Om je even te schrofferen, jij hoopgever. Jij leugenaar. Zet deze man achterna met stokken en stenen. Pak hem. Voordat ik hem moet pakken. Je kan het niet aan mij overlaten. Meneer Poetin af te houden van verdere stappen, zoals hij al gezet heeft, in strijd met internationaal recht in de Krim, annexatie van de Krim, ongestoken in Oost-Oekraïne. De NAVO laat duidelijk zien, en daar ben ik zeer voor, dat de NAVO er is om het grondgebied van de NAVO te verdedigen. En dat betekent dus dat je meneer Poetin moet afschrikken, moet behoeden voor verdere domme stappen. Ja, dat kunnen we dus ook met Jaap de Hoop Scheffer doen, hè? Want hij zegt natuurlijk momenteel iets wat heel erg gek is natuurlijk, hè? Want wij hebben namelijk niks te zoeken in de Krim. En overigens is er afgesproken aan het einde van de Tweede Wereldoorlog met de paus, dat die Russen die zouden gewoon niet meer binnengevallen worden. Dus ze hebben die Russen gebruikt om die Polen omver te walsen, zodat ze die Duitsers konden pakken, met als belofte, jullie mogen dan een stukje houden. Nou, die Polen die was beloofd, als jullie die Duitsers overrollen, dan krijg je Polen terug. En ze hebben dus Polen, maar de Polen hebben ze bedrogen, en de Russen ook natuurlijk. En dan zit die vieze, vuile hoopgever, die gaat hier lopen vertellen dat het allemaal klopt. Ja, en er sterven er maar wat oude vrouwtjes. Het zijn toch maar Oekraïense vrouwtjes. Wat maakt het uit? Er zit een beetje vrijmetselarij spelletje te spelen. En onderwijl gaan er echte mensen, echte kinderen, hartstikke dood. En jullie laten deze man in leven. En niet ik. Jullie laten deze man een beetje leuke interviews doen. Nou, en misschien mag je nog bij Perry7.nl komen. Ja, je weet het niet, hè. Dan wordt hij nog beroemd. Die de hoopschepper. Dus er is helemaal geen probleem met Rusland. Laten we dan horen wat van andere gore leugens deze viespeuk nog weet te vertellen. Daar ging het helemaal niet om. Er was, zoals u weet, en daar heb ik mijn opvattingen over, is daar een discussie over geweest. En ik... Gadverdamme! Er was wel een discussie over weapons of mass destruction. Dat was een duidelijk propaganda-item. Die vieze, vuile leugenaar schiet hem dood. Maak hem af! Dat mag niet.
Wat hij doet mag niet, mensen. Dit mag je niet over je heen laten komen. Je mag niet zo tegen je laten liegen en dan ook nog btw te gaan betalen, zodat hij een nieuwe zeilboot kan kopen waarop hij zijn vriendin gaat neuken. Een vrat heb je alleen maar omdat je die voeding geeft. Ik bedoel dit nog steeds heel grappig, hè? Ik heb als minister van Buitenlandse Zaken met het kabinet Balkenende heb ik politiek steun uitgesproken. Maar we gaan het nu, kunnen het nu wat mij betreft uitgebreid over Irak hebben. Dat vind ik allemaal prima. Maar ik blijf bij mijn standpunt. We kunnen het over Irak hebben, maar ik blijf bij mijn standpunt. En zijn standpunt is echt niet duidelijk, hoor. Maak je daar geen zorgen over. Dat gaat die klootzak niet vertellen. Die zit zich alleen maar een beetje te verhullen. Want hij zoekt alweer naar zijn volgende avondje met zijn vrijmetselaarsvriendjes. Of die paus met die vissenhoed. En dan krijgt hij een kreeft. Lekker klaargemaakt zoals het hoort. Door een of andere slaaf. Hij is een useless eater. Maak hem af. En hoe vaak heb ik dat nou gezegd? Iets te vaak, denk ik. Hè? Jaap de Hoop Scheffer liegt. Hè? Ik ga hem zo dadelijk nog even aanzetten. En dan ga ik niet meer mopperen. En gaan jullie luisteren. Naar hoe deze man liegt. Want dan leer je tenminste hoe je liegt. Dus de volgende keer dat jij een boete krijgt van een agent, dan ga je je net zo gedragen als deze man. Stand up and deliver. Anders ga ik Bob Marley zingen, hoor. Dan ga ik je echt, dan ga ik van nu tot Tokio in de einde der tijden, dan ga je van mij horen. No woman, no cry. Jullie gaan er wat aan doen. Bob Marley is dood. Dat is mooi kut. Maar dat betekent niet dat het dood is. En het is jammer dat Jaap de Hoop Scheffer, de hoopschepper, ja, Jaap, de man die ons allemaal blij gaat maken, die gaat ons lopen vertellen dat er iets aan de hand is met Poetin. Ja, maak Poetin dan dood! Als Jaap de Hoop Schepper vindt dat er iets mis is met Poetin, dan stuurt hij daar een mannetje of 6 op af. Hè? Voor die 3 torens in New York, hè? Met 11 september 2001. We hebben 3 torens, hè? Plus de aanleunende schade met WTC-6, die is ook behoorlijk uitgepleurd. Dat komt toch ook in één keer? En er waren maar 19 Mohammedanen volgens Jaap de Hoop Schepper. Nou, 19 Mohammedanen, die kunnen 3 gebouwen in New York, plus de rest, plus het Pentagon, plus een vliegtuig in Pennsylvania. En hij kan niet eens Poetin doodschieten. Wat is er voor sukkel dit? Moet dit het hoofd zijn van mijn leger? Nee. Dit is iemand die moet aan zijn piemel leren zuigen. Die moet een keer op yoga gaan en zijn eigen eikel in zijn bek stoppen en voelen hoe lekker het is om lekker echt afgezuigd te worden op de manier dat je het zelf lekker vindt. In plaats dat je iedere keer tegen dat wijf moet zeggen van nee, niet zo hard. Deze man biedt geen bescherming. Ik zal je vertellen hoe je iemand moet omleggen, hè? Het is echt heel makkelijk. Wat je moet doen, is je stuurt er een aantal berichtgevers naartoe. Ja? En die krijgen allemaal een beetje kentje, gewoon cash, geef je ze mee. En wat pasjes, meerdere paspoorten. Hè? Wop, ga maar naar binnen. En die moeten op zoek gaan naar een opponent. En die moeten gaan contact maken. En dan moeten ze een planning maken, dan moeten ze een schema hebben van waar iemand verschijnt. En op het moment dat hij thee gaat drinken, dan drinkt hij thee met strychnine. Of polonium. Of je kan ook gewoon. Maar cyanide. Cyanide is natuurlijk ook. Kaliumcyanide bijvoorbeeld. Kaliumcyanide lost ontzettend goed op in water. Dus één pil
kaliumcyanide. In zijn thee. Maar polonium is ook heel makkelijk. Ze hebben ze Arafat gepakt. Als hij zo'n hekel heeft aan Poetin, ja, stop hem gewoon polonium in zijn reet. Poetin is ook iemand die wil seks, weet je. Die heeft ook een of andere relatie met een of andere vrouw die wel zegt van... Oh schatje, ik heb medelijden met jouw prostaat. Zal ik mijn vinger erin stoppen? Nou. Ja, dan stopt zo'n iemand die van Poetin houdt, die stopt de vinger in zijn anus om zijn prostaat te bereiken. En ja, op haar vinger zit een restje polonium. Ja. En dan is Poetin de lul. En in plaats daarvan gaat hij tegen ons lopen vertellen waar we miljoenen uit moeten gaan geven. We moeten een F-16 naar Estland sturen. Want Poetin komt eraan. Nee, die klootzak die wil alleen maar dat F-16's gaan firen. En dan kan hij nog 10% van krijgen of zo. Schiet die klootzak dood. Dan ben je van het gezeik af. Take him down. Laat ons de bek houden. Kijk, Socrates, dat was ook zo'n fijne vent, hè? En tegen Socrates hebben ze netjes gezegd van... jongen, je houdt je bek of je vertrekt. En Socrates, die koos geen van beiden. Dat was zijn eigen keuze. Die wil ik van Jaap de Hoopschepper ook graag weten. Wat wil die lul? Oprotten naar Lesbos of de gifbeker? Maar hij gaat ophouden met onze jeugd te bestoken. Met te vervullen, vol te proppen met lulkoek. Ik hoop dat dit er grappig uitkomt. De oorlog met Syrië is verbaasd. Daar is de oorlog... Er is geen oorlog met Syrië. Er is een oorlog in Syrië. Oké, hoorden jullie deze leugen? Er is geen oorlog met Syrië? Nee, er is een oorlog in Syrië. Fijn hè, die fans? Zal ik het nog een keer laten horen? Gewoon om jullie te vervelen, hè? Dat je dat nog eventjes hoort. Oorlog met Syrië. Er is een oorlog in... Oh, iets verder terug. Oorlog met Syrië is verbaasd. En daar is de oorlog... Er is geen oorlog met Syrië. Er is een oorlog in Syrië. Er is een oorlog in Syrië. Er is een burgeroorlog in Syrië, zegt Jaap de Hoopschepper. En daar moeten we ons mee bemoeien. En dat kost de patiënten, maar dan heb je ook wat. Want die burgeroorlog in Syrië, die is terecht. Zegt Jaap de Hoopschepper. Schiet hem dood. Hoeveel doden in Syrië wil je hebben door mensen zoals dit? Kijk, Bob Marley heeft het gehad over Crazy Boldheads. En hij heeft dan meer haar dan ik. Maar een Crazy Boldhead is die wel. En chase him out of town, baby. Moet ik het voor jullie doen? Ik ben godverdomme bijna 57. En ik doe het, jongen. Ik koop mijn enkele reis. Ik knal mijn Kalashnikov leeg. Maar wat moet ik in mijn eentje? Als ouwe lul. Met een petje. Tegen, want die Jaap de Hoopschepper, die heeft allemaal van die 18, 19-jarigen. En die is allemaal helemaal afgetraind, man. Helemaal 1,90. En dan stuur je mij op af, met mijn 57-jarige leeftijd, om hem te pakken. Denk je echt dat je daarop kan gokken dat ik dat red? Of zou het misschien nodig zijn dat je een heel klein handje meehelpt? Want je mag niet liegen. Noem maar op.
zijn toch met... Er zijn vele factoren die geleid hebben tot het verschrikkelijke bloedbad in Syrië. De fouten... Ja, een van de factoren was dat ze eerst Libië gepakt hebben. Vanuit Libië hebben ze dat wapentransport opgezet. En toen zijn ze in Syrië gaan kloten. En dat heeft allemaal te maken met die familie Assad. Want die zijn niet katholiek genoeg. En Joop de hoopschepper, die werkt ook voor de paus. Hij vindt het geil. Hij houdt ervan. Hij vindt het mooi, man. Hij wil de NAVO bommen. Bommen op Syrië. Er is een burgeroorlog in Syrië. Nou, dan smijten we er ook bommen op. Ik ben van de NAVO. Ik ben Joop de hoopschepper. Schiet hem dood. Maak hem af. Zet hem tegen de muur. Je moet er zo snel mogelijk mee ophouden om dit soort mensen in leven te laten. Heb je dat goed begrepen? En wat is er nou voor nodig, man? Je kan hem downnemen met een BB-gun. De laatste heb je toch wel begrepen? Wat ik zei. Je kan hem downnemen met een legale gun. Je kan gewoon een gun halen. Dus zorg je maar voor dat je er eentje krijgt. En take him down. Dan lult hij niet meer. En dan krijg je een volgende, net als een Hydra. En die neem je ook down. En dan leren ze er wel af om tegen ons te liegen. Want ik vind het helemaal niet erg om onder leiding te staan. Om onder een governance. Om onder een toezichthouder te staan. Ik heb helemaal geen probleem met een toezichthouder. Maar ik wil niet een toezichthouder die tegen me liegt. Ik ben zo'n godverdomme Auschwitz niet. Wat denkt die lul wel? En ik mag helemaal niks zeggen, want dan ben je politiek incorrect. En hey Perry, als je je zo fel uitlaat, dan voel ik een gevoel van negativiteit. En daar hou ik niet van. You go eat your ass out. Die gemaakt zijn in Irak zijn daar een onderdeel van. Maar er zijn vele andere elementen die het maken dat er nu 400.000 doden zijn gevallen en miljoenen mensen op drift zijn geraakt. 400.000 doden zijn gevallen. Zal ik jullie nog even herinneren? Want deze fijne vent, hè, met dat mooie gezicht. Hè, en hij heeft ook echt die wangpartij van deze hoopschepper. Die ziet er ook echt goed uit. En hij heeft de laatste tijd niet zo heel veel gesopen, denk ik. Maar, en hij heeft echt een vrolijke blik over zich. En hij heeft echt, nou, dat haar zit gewoon geweldig aan de voorkant. Zijn stropdas zit een beetje scheef. En hij is niet verantwoordelijk, hoor, voor die 400.000 doden. Hij staat erbij en geeft even een praatje houden en een beetje goed eruit zien. En hij denkt, nou, volgende maand krijg je weer 8.000. Zo'n klootzak waar je hier naar kijkt, hè? Weet je wat het kost? Dat kost je 12 ruggen in de maand, man. En ga jij dat opbrengen? Oh, heb je daar je familie voor nodig? Oh, als wij Joop de hoopschepper moeten financieren, ja, dan gaan we eventjes een crowdfunding voor opzetten. Ja, en hoeveel families heb jij nodig om 12.000 euro in de maand op te hoesten om deze klootzak aan het woord te laten? Hoeveel families heb je nodig? En jij wil dat doen? Opdat deze lul het kan verantwoorden dat wij bommen gooien in Syrië? En je moet eens weten wat een kogel kost, man. Dat gaat richting de 30 eurocent, snap je dat? Als je het in bulk afneemt. En waarschijnlijk schiet je een paar keer mis, maar dat is niet erg. Dat heb ik net al uitgelegd. Ik bedoel dit nog steeds heel erg grappig, hè? Kom, maar luister maar eventjes, want moet je Joop de hoopschepper doe ik ook aan het woord laten. Want het is hoor en wederhoor. Dus hoe gaat deze man met dit mooie gezicht en die goede neus en totaal geen uitgezakte wangpartij, laat staan van het vlees onder zijn kin? Wat heeft hij nog meer te zeggen? En daar is dan ook weer een onderdeel daarvan, is natuurlijk de manier waarop de
VS zich heeft gemanifesteerd tegenover het soevereine Syrische land. Regime. Nee, dat ben ik niet met u eens. Als een land zich heeft gemanifesteerd tegenover het soevereine land Syrië, is het meneer Poetin en Rusland geweest die daar massaal militair is binnengetrokken. Oké, dus wat hij nu zegt, zij zijn Syrië aan het verdedigen tegen Poetin. Het was Poetin die viel Syrië binnen en daarom moest de NATO ingrijpen. Hè? Zal ik het even terugpakken? Wat een godverdomme zijn leugenaar dit is! Overnieuw. Tegenover het soevereine land Syrië is het meneer Poetin en Rusland geweest die... Hoor je dat? Want dit is dan de issue. Syrië is een soeverein, dat betekent eigen regerend land. En die hebben dan de familie Assad gekozen als leider. En die zijn van de Ba'ath-partij. Dat spel je als B-A-A-T. En dan mag je een H achter zetten. Dus Ba'ath. Is een Ba'ath of Ba'ath. Dat is die familie. En dat is de koning daar. En die hebben het hartstikke goed. En die hebben een bepaalde multiculturaliteit ingevoerd. En maar op zich gaat het met Syrië prima. En dat heet soeverein. En ze kopen spullen met goud. En ze verkopen spullen voor goud. En ze gebruiken gewoon verschillende monetaire systemen. Om te kunnen handelen met de buurlanden. En Jaap de Hoopschepper, soevereiniteit houdt Jaap de Hoopschepper. Joop de Hoopschepper houdt niet van soevereiniteit. Hij heeft gemanifesteerd tegenover het soevereine Syrische land. Een regime. Nee, dat ben ik niet met u eens. Als een land zich heeft gemanifesteerd tegenover het soevereine land Syrië, is het meneer Poetin en Rusland geweest die daar massaal militair is binnengetrokken. Dat is pas later geweest op uitnodiging van meneer Assad van het soevereine land Syrië. Zal u mijn laatste antwoord geven op de vraag? Ook daar ben ik het niet met u eens. Dank u zeer. Vieze vuile leugenaar, hang hem aan zijn hoofd. Gebruik daarvoor een pianosnaar, die lang is uitgedoofd. Zie je het? Dit is de oorlogmaker. Joop de Hoopschepper, zijn enige hoop die hij schept, is meer bommen voor Syrië. En mensen te woord staan, daar houdt hij niet van. Het is een kwestie van, er zijn mensen en dat zijn kinderen van God. Die zijn van de stam van David. Dat is een Joodse stam, de Israelites. Dat zijn de mensen die zorgen voor hun kinderen. En Joop de Hoopschepper, die houdt ervan om bommen te gooien op andermans kinderen. Ja. Want hij kan namelijk niet goed zorgen voor zijn eigen kinderen. Dus dan denkt hij van, nou, wat moet ik dan zeg? Ik zorg niet goed voor mijn kinderen. Nou, weet je wat? Dan gooi ik bommen op andere kinderen. Dan hebben mijn kinderen tenminste nog een kans. En denk niet dat ik lieg. Want ik heb echt gelijk. Ik vertel je de waarheid. Jaap de Hoopscheffer met zijn 12.000 euro in de maand, als het niet meer is. Dat is echt, we hadden vroeger in Nederland een gezegde, de vis wordt duur betaald. Joop de Hoopschepper, dat is een hele dure vis om te betalen. Dat gaat je echt je eigen kinderen kosten. Snap je dat? En ik hou van kinderen. Punt. En met een glimlach zeg ik goeiedag. Tjus.